Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag weer een real-time get ready with me. Dus ik ga me even lekker opmaken en tegelijkertijd kletsen met jullie. We gaan ook direct beginnen, want tijd is geld. We beginnen vandaag met Be Creative Feather Finish Matte Foundation. En deze heb ik nu sinds kort en ik ben er echt een enorm fan van geworden. Dus dat gaan we weer doen. Ik hoop echt dat dit helemaal goed blijft zitten met die microfoon en deze trui. Die letterlijk de hele tijd zo omhoog wil kruipen. Elke keer als ik dit ding aan heb, dan is iedereen van, oh my god, waar is ik van? Hij is zo amazing, geweldig. En dat is hij ook, begrijp me niet verkeerd. Maar dat ding kruipt de hele tijd omhoog. En dat vind ik zo dodelijk irritant. Dus, dit is waarschijnlijk te veel. Maakt niet uit. Ik gebruik trouwens medium 10 neutral en medium 10 warm. Niet dat ik nog zo getand ben. Maar toen ik de kleuren ging uitzoeken, had ik wat meer kleur in het leven. Nou, ik moet zeggen, het valt ook echt wel mee hoeveel te donker dat ding is eigenlijk. Maar goed, vandaag ligt er een pak sneeuw en dat ligt volgens mij al een paar dagen overal een beetje door Nederland verspreid. Alleen in Groningen vond ik het echt nog heel erg meevallen. In ieder geval, er was niet zoveel als wat er nu ligt. Het is echt wit buiten en ik dacht dat het in Drenthe sociaal wat meer was en volgens mij ook ergens anders in het land. Nou, in ieder geval, Groningen is nu ook echt aan de beurt. Er ligt zoveel sneeuw. En het is natuurlijk helemaal december. Oh mijn god, het is vandaag Sinterklaas. Oh mijn god, yay, happy Sinterklaas. Niet dat ik het vier of zo. Ik heb het echt al heel lang niet meer gevierd. Wij zijn echt meer kerstmensen. Nou ja, toen mijn broertje en mijn zusje kleiner waren, toen vierden we wel wat meer. Oké, wacht. Als ik nou gewoon vrij ga bewegen, zeg maar, dat is het een beetje. Want als mijn microfoon naar binnen gaat vouwen, dan hebben we heel slecht geluid. Echt heel slecht geluid. Ik doe hem even hier. Zou dit helpen? Ik moet namelijk echt net even iets wilder dit allemaal gaan doen. Nee, ik moet hem echt vasthouden. Irritant. Zo irritant. I can't. Anyway. December dus. Het sneeuwt. Bla bla bla. Super gezellig. En ik ben eigenlijk wel een soort van vlogmas aan het doen. Maar ook tegelijkertijd ook weer niet. Want ik dacht al, ik ben wel benieuwd hoe dat zal gaan. Met vlogmas. Oh, ik heb het ook zo warm. Het is niet normaal. Ik weet ook niet waarom. Echt door deze trui. Ik weet niet. Echt opvliegers. Goed zitten alsjeblieft. Oké. Ik ben er klaar mee. Ik ga hem nu negeren. Nee, dat lukt toch niet. Oké. Ik moet het echt even anders doen. En ik moet mijn oren meenemen. Oh. Maar in ieder geval. Vlogmas dus. Kijken jullie dat nog überhaupt? Ik ben wel een beetje begonnen. Nou, het is toch natuurlijk nog maar begin van december. En ik heb wel een paar vlogs online gezet. Alleen vandaag dacht ik al, ja nee. Nou, dat dacht ik gisteren eigenlijk. Want gisteren heb ik alleen maar op de bank gezeten. Ik heb niks anders gedaan dan op de bank gezeten. Niks. En dat is niet omdat ik niks te doen heb of whatever. Maar ja, het ging gewoon even niet anders. Dus ik dacht ook, ik ga jullie wat meer een live update geven op dit moment in het leven. Oh, ik heb het zo warm. En je zou denken, Chris, heb jij zo hoog je verwarming? Nee. Hij staat op 18 graden. Ik heb het gewoon godgloeiende heet. Waar is mijn, weet ik niet. Anyway, ik ga ondertussen nog steeds heel erg langzaam dit allemaal proberen uit te blenden. Maar ik ben nu sinds 5 of 6 weken weer single. En dat kwam best wel onverwacht uit de hoek eigenlijk. Dus is best wel een bittere pil. En ik wilde eigenlijk als eerste make-up video weer, zeg maar, de Get Ready With Me filmen met dat ik me klaarmaak voor de Turkse bruiloft. Maar dat ik, zeg maar, de hele storytime ga vertellen over de Turkse bruiloft. En hoe het in Turkije was. Of tenminste, hoe het in Turkije was, kon je heel veel zien in de vlog. Maar de bruiloft niet. En ik wil, zeg maar, eigenlijk een hele uitgebreide video maken met de make-up look die ik toen had gemaakt. En alles erover vertellen. Want het was echt zo'n bijzondere ervaring. En zo echt wauw, echt gewoon niet normaal wauw, echt bizar gewoon.
Dus ik wil dat heel graag zeg maar allemaal vertellen. Maar ik merk dat het voor mij een hele grote drempel is. Omdat het letterlijk precies na de bruiloft uitging. Met mijn ex. Dus het triggert op een of andere manier. Ondanks dat ik vanaf het begin, zeg maar die twee herinneringen, de bruiloft en de break-up, van elkaar probeer te scheiden, is wel precies wat er daarna is gebeurd. Snap je wat ik bedoel? Dus voor mij is het een beetje... Ik heb ook heel erg lang gewacht met mijn groene was draaien. Want ik draag zoveel groen. Ik heb letterlijk een aparte groene was. En de jurk die ik aan had in Turkije, die is groen. En ik dacht echt, oh nee, ik wil die jurk niet zien. En dat vind ik zo jammer, want die jurk was letterlijk 100 euro. En ik heb hem gekocht met het idee van, oh, ik kan hem vaker gaan dragen. Maar je begrijpt het al, ik ga dat ding niet vaker dragen. Like, oh my god, ik had die jurk aan tijdens de break-up. Maar ook tijdens de bruiloft, dus dat is zo bizar. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen heel erg nieuwsgierig zijn van, wat kan er ooit gebeurd zijn? Het is zeg maar natuurlijk niet de eerste keer dat we uit elkaar zijn gegaan. Dus er is ook minder geduld. En ja, er zijn gewoon zoveel dingen gebeurd. Maar in ieder geval de eerste keer zijn we echt met een flinke ruzie uit elkaar gegaan. En de tweede keer is eigenlijk nog een ergere ruzie. Dus het is gewoon... Het zat er niet meer in op een gezonde manier tussen ons. En dat is iets wat ik achteraf gezien... Ja, op zich best wel kan plaatsen ook met sommige dingen. Maar goed, weet je, het is dan een beginfase en er gebeurt niet echt iets wat te ver gaat of whatever. Snap je wat ik bedoel? Dus het is heel makkelijk om te denken, oh ja, oh ja, oh ja, oké. En dan op een gegeven moment gaat het wel echt veel te ver en keer op keer op keer op keer. En dan ben je er echt gewoon helemaal echt zo moeilijk klaar mee dat het gewoon geen weg meer terug is. En dat is nu wel echt de fase van nu. En dat was het eigenlijk de vorige keer ook. Maar goed, ik heb heel erg geloofd in de liefde en dat het goed kan komen. En ik heb echt heel erg mijn best gedaan. Maar ja, snap je? Op dit moment in het leven is liefde alleen lang niet genoeg. Dus... Ja, extreme ruzie gekregen. Nog nooit zoiets meegemaakt. Met niemand niet. Dus toen dacht ik ook, ja... Pff, wil ik zo leven? Echt niet. Want tot aan dat punt dacht ik al soms... Nee, man. Maar, en toch ook weer wel... Dus snap je, het was gewoon een hele ingewikkelde situatie in mijn hersenen. Dus, maar nu echt klaar. Sinds het moment dat wij terug zijn naar Turkije... Hebben we elkaar ook niet gezien. 0,0 behoefte aan. Gaat ook niet gebeuren. We spreken elkaar niet meer. Althans, we hebben in principe no contact. Maar sommige mensen die snappen niet wat dat betekent. Dus soms is er contact. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus dat is een beetje in een notendop waarom ik zo depressed as fuck ben de afgelopen tijd. Oké, dat kwam er heel agressief uit. Maar... Je begrijpt natuurlijk wel dat mijn pis echt lauw is. Dus dat. En anyway, kerst komt eraan. Happy, happy vibes. Echt, het is zo. Maar ik denk wel dat het echt een goeie is. Want ik dacht ook, ja, ik denk echt dat vlogmas doen en zo een hele goeie voor mij gaat zijn. Omdat het meer routine gaat scheppen in mijn leven. Omdat ik soms wakker word en ik meteen al geen idee heb wat ik moet doen. Dus toen dacht ik, oh mijn god, als ik ga vloggen, dan heb ik een routine. Want de camera moet aan en dan gaan we die banaan. Dus ik moet ook zeggen, die extra druk van uploaden werkt op zich best wel goed. Aan de andere kant denk ik, ja, werkt dat dan wel zo goed? Want ik heb bijvoorbeeld nu ook deadlines en oh, ik moet wel echt door met make-up, want ik zit echt alleen maar te praten. Ik heb wel deadlines en... Gisteren zat ik echt weer in wat was de uitspraak ook alweer? In pak en as? In zak en as of zo? Nou, gisteren was het echt niet te redden met mij in ieder geval. Toen had ik Rick gebeld. Ik zei, Rick, wil je me alsjeblieft even helpen? Al ben je gewoon even mijn manager of zo. Ik moet even iets. Ik moet een heel klein beetje hulp hebben. Dus hij komt zo meteen aan. Dus dat vind ik zo lief. En dan gaan we even samenwerken. En ja, Rick die helpt mij wel eens gewoon ook hier in deze kamer en zo. Hij is heel lief.
als ik het overzicht even kwijt ben. En hij vindt het gewoon heel erg leuk om te doen. Dus dat vind ik echt zo fijn. Dus blessed met hem. En dat is het ook. Ik heb heel erg geleerd nu van mijn vrienden van schroom niet, weet je, om hulp te vragen. En dat hoor ik altijd echt van iedereen. Iedereen zegt van, oh, ik help je, weet je. Want bijvoorbeeld ook, we hebben nog wat spullen van elkaar, mijn ex en ik. Alleen, ja, wat mij betreft kunnen de spullen echt de kliko in. Interesseert me echt niet wat daar ligt. Ik heb hier een kamer vol met spullen. Maar goed, in ieder geval, dus dat moet nog gedaan worden, nog steeds. Omdat wij een afsluitend gesprek zouden hebben. Nou, ik, als er één ding is waar ik niet in geloof in het leven, is een afsluitend gesprek. Sorry, maar ik heb al mijn hele afsluiter al gehad. Wat valt er nog meer af te sluiten? Dus ik had het soort van vooruitgeschoven van kom wel. En toen dacht ik, nee man, ik wil hem gewoon, nee. Dus Nathalie die zei ook, Chris van, je vrienden kunnen dat ook wel doen. Hè? Het is niet erg, het is zo'n kleine moeite. Voor jou lijkt dat echt iets extreems. Maar even, tudu, is gewoon zo gepiept. En toen dacht ik, oh mijn god, inderdaad. Dus mocht jij ook door een break-up gaan of door iets of whatever, weet je, schroom niet om hulp te vragen. Want, weet je, vraag het gewoon. Doe het. Ik ben ook echt zo iemand. Ik wil alles zelf doen. En ik wil het alleen doen. En ik ben zo onafhankelijk. Bla, 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 bla. Ik, nu even niet. Die hele onafhankelijke vibe, die is heel even de deur uit. Dat komt wel weer. Ik heb ook echt met mezelf afgesproken van, oké, in december mag ik echt nog alles doen wat ik wil. Janken wanneer ik wil. Slapen wanneer ik wil. Niet slapen wanneer ik niet wil. Ik hoef, ja, weet je, ik moet gewoon gaan met die banaan. Gewoon op de manier hoe ik het nu even kan redden. En in januari wil ik weer even een normale routine creëren. En weer gaan sporten en zo. Want ik heb letterlijk, ik heb ook mijn sportschoolabonnement gepauzeerd. Ik ben echt al heel lang niet meer geweest. Eigenlijk sinds voor Turkije was ergens de laatste keer. Ik ben nog steeds niet geweest. En ik dacht, oh mijn god. Want ik heb, zeg maar, ik zit bij zo'n een iets kleinschaligere sportschool. En die is best wel prijzig. Dus ik dacht al, kut, dit vind ik zo zonde. Maar ik heb zeg maar zo'n jaarabonnement. Dus ik had even die mensen een bericht gestuurd met, oh mijn god, het gaat zo slecht. En dat gaat het ook, begrijp ik niet verkeerd. Maar ik heb gewoon geen puff om te sporten. Dus iets wat ik heb gedaan is, die geen puff om te sporten en überhaupt geen puff, komt echt doordat ik zo slecht eet. Omdat ik dus niet naar de supermarkt ga. Dus ik zat op een gegeven moment dagenlang al crackers en augurken te vreten. Ik dacht, dat komt echt niet goed. Dus toen, echt precies toen, nou, kwam echt als geroepen die advertenties op Instagram. Soms ben ik zo blij met gewoon advertenties op Instagram en influencers natuurlijk ook. Want zo heb ik dat dus leren kennen. En het is zeg maar Fitfood webshop. Niet gesponsord trouwens, was maar gesponsord. Maar zij brengen dus klaargemaakte maaltijden. En zijn gewoon gezond met eiwitten. Niet te, zeg maar, het is geen thuisbezorgd. Het is gewoon een normale maaltijd met eiwitten, groenten, whatever. En ik dacht, oh mijn god, dit ga ik echt proberen. Want ik heb geen puff om boodschappen te doen. En ook geen puff om te gaan koken. Want ik dacht ook, zou ik anders Hello Fresh gaan bestellen, weet je. Maar ook dat moet nog in elkaar gemaakt. En misschien is dat wel mijn volgende stap, hoor. Of gewoon even boodschappen laten bezorgen of zo. I don't know. Nou, in ieder geval, ik denk dat ik nog eerst even begin met Hello Fresh. Want daar hoef ik ook niet na te denken. Daar hoef ik het alleen te snijden en te koken. En dus ik heb dat besteld. En nu eet ik dat echt al, ik weet niet hoeveel dagen achter elkaar. Dus nu komt het ook echt een beetje mijn strot uit. Dus daar ben ik ook klaar mee. Maar ik voel het wel heel chill. Want dan werd ik wakker. Nou, koffie, Y-food. En dan had ik die maaltijd en een paar noten tussendoor. En toen dacht ik, ja, dit is echt perfect. Ik voelde me eigenlijk direct beter. Want dat was echt omdat ik zo slecht at. Dus tip van Flip. Mocht jij ook geen puff hebben om te koken of whatever, dat is echt, echt een uitvinding. Ik moet even deze wenkbrauwen doen. Ik ben echt best wel traag in mijn make-up vandaag. Eigenlijk echt te traag. Maar echt, mijn levensupdate is op dit moment zo'n rommel. En wat doe ik allemaal nu? Nou ja, ik dacht dus vlogmas. Maar ik heb echt nog maar een paar dagen gevlogd.
Maar ik ga dat wel vaker doen hoor. Maar ik denk ook dat ik een paar, zeg maar, andere video's tussendoor ga doen. Zoals bijvoorbeeld een kerstlook of een nieuwjaarlook of zo. Als jullie dat leuk vinden. Want elke dag vloggen zit er voor mij gewoon niet in. Dat zit in mijn normale leven al niet in eigenlijk. Laat staan in deze ellende. Dus af en toe even een... En ik heb ook echt zin om weer een mukbang op te nemen of zo. Dat is ook echt al best wel lang geleden. Dus dat wil ik ook gaan doen. Dus als jullie nog leuke ideeën hebben, let me know. Oké. Ja, mijn wenkbrauwen zijn best wel wild geworden. Ik weet ook niet hoe ik ze moet temmen eigenlijk op dit moment in het leven. Nou, is prima. Weet je? Als ik maar een beetje wenkbrauw heb. Ja, en ik ben trouwens tegenwoordig ook boeken aan het lezen. Nou, echt rust en oase in mijn leven met die boeken ineens. Ik heb het boek van Jessie Maya gekocht. Superleuk. En ik ben best wel veel spelletjes gaan spelen. Ik ben echt gameverslaafd geworden. Maar het is zo niet boeiend wat ik doe. Maar ik speel dus nu... Hoe zie ik eruit? Ik heb het gevoel dat het er heel raar uitziet. Iets. Ik weet niet wat. Nou, maakt niet uit. Anyway. Ik speel op mijn telefoon. Want, ja, waar moet ik het anders op spelen? Maar er is een nieuwe SpongeBob-spel. En daar ben ik echt verslaafd aan. Ik doe dat elke dag. Uren en uren lang. En ik speel Yahtzee online. Oh my goodness, echt de afgang in mijn leven. Echt, ik lach me dood. Nou, eigenlijk niet. Soms jank ik en soms lach ik. Dat is een beetje de vibe van het leven. Ik zit ook echt de hele tijd zo vast te houden van, gaat het wel goed? Maar dat komt echt omdat deze trui gewoon alle kanten op gaat. En dit is echt zo'n amazing, geweldige trui. Of het is eigenlijk een jurk trouwens, het is geen trui. Van H&M. Als ik hem nog kan vinden, zou ik hem even linken in de beschrijving. Net als al mijn make-up wat ik vandaag gebruik. Doe ik trouwens altijd even keus. Want ik praat dan gewoon zoveel dat ik het niet helemaal door heb. Dat ik totaal niet over de producten praat. En trouwens, het valt me ook echt op dat in de video's dat ik wel heel veel over make-up praat. Ja, sorry, mijn wenkbrauw. Wat is er aan de hand met het hoofd? Maar het valt me echt op dat als ik dus wel veel over make-up praat in een video, die zoveel minder doet dan zo'n video. En ik snap het ergens ook wel, want het is gewoon veel boeiender om gewoon naar verhalen te luisteren, denk ik. Ook, tenminste, ik denk dat je vooral een Get Ready With Me kijkt als je zelf ook aan het klaarmaken bent. En weet je, dan kan ik me wel voorstellen dat het gewoon gezelliger is als het even ergens anders op gaat. Even die van deze weg. Ik heb hier dus echt een handdoekje liggen. Normaal gesproken had ik iets van een keukenpapiertje. Maar ik heb nu echt zo'n handdoekje zo van... Oké, dit is voor mijn make-up vieze haar. Dus als ik eronder zit... Dan heb ik dus dit handdoekje. Is echt goor eigenlijk, maar het werkt. Oké. Want ik vind niks zo goor als van die foundation lippen. Nou, dat was vroeger dus echt helemaal een ding. En dat vind ik zo grappig, hoe dat allemaal steeds verandert. Trouwens, echt mijn favoriete make-up palet nu is echt de Cosmic Crush van Too Faced. En volgens mij gebruik ik hem echt de hele tijd al. Want ik had deze ook mee naar Turkije. Ik vind hem echt top, want je kan er zoveel mee doen. Anyway, ik zal niet veel over make-up praten, maar... Ja, afgezien van mijn situ van de break-up... even denken, hoe gaat het dan? Ja, ik moet zeggen, dat vreemd natuurlijk echt de meeste van mijn tijd op. En dat vind ik zo raar, want het is natuurlijk al best wel wat weken geleden. Nou, moet ik ook zeggen dat de eerste paar weken voor mij ook echt beter gingen. Omdat, ik weet niet. Ik denk dat omdat we nog een soort van geparkeerd hadden. Oké, we gaan nog een gesprek voeren of zo. Dat ik dat niet helemaal heb afgesloten of zo. En dat het niet helemaal binnenkwam. Maar letterlijk vorige week hebben we dus een telefoongesprek gehad. En toen was het van, oké, we gaan elkaar echt niet zien. Ik heb daar zo geen zin in. En nu is het echt klaar.
En ik denk dat dat toen wel echt zo ingehakt heeft. Dus ik denk dat het ook een beetje is zo van... Oké, nu is het echt definitief. Dat was het natuurlijk altijd al. Maar dan voelt het net iets definitiever of zo. En ik denk dat ik daarom het nu ook gewoon net even wat lastiger ermee heb. Niet dat ik denk van, oh mijn god, nee, ik hoop echt dat het goed komt. Want ik weet dat het niet goed komt. Ik heb die illusies echt niet. En het hoeft voor mij ook echt niet goed te komen. Want het was echt niet gezond eigenlijk. Ja, sommige dingen wel hoor. Maar de dingen die niet goed waren, die waren echt heel ongezond. Iets wat ik echt nog nooit had meegemaakt. En daar ben ik natuurlijk nog steeds zo dankbaar voor. Dat ik wel weet hoe een gezonde relatie eruit ziet. En weet je, dat ik me niet zo moet laten manipuleren door dat domme gelul van kerels. Echt letterlijk. Kijk naar wat ze doen. Luister er dan niet naar. Kijk ernaar. Want dat is zo wereld van verschilheid. Want ze geloven volgens mij oprecht dat zij hele goede mensen zijn. Maar goed, je moet er naar kijken, niet naar luisteren. Waar ik dus de laatste tijd echt gek op ben is... Het zit niet goed. Ik zweer het. Ik kijk naar mezelf en ik denk, het zit niet goed. Wat zit er niet goed? Ik weet het niet, want als ik in de spiegel kijk, dan zie ik het niet. En dan kijk ik in de camera en denk ik, wow. Kijk echt scheel en ik weet het niet. Nou, anyway. Ik moet het... Het is gewoon een scheef hoofd. Ik kan hier niks anders van maken. Dat is het. Oh mijn god, we hebben hier een paarse glitter. En dat is perfect voor mijn jurk. Maar ik moet denk ik niet te veel. Gewoon een beetje subtiel. Dus ik ga dit ook niet nat doen of met mijn vinger. Maar gewoon een beetje subtiel. Want ik heb straks ook best wel een felle lipstick. En dan vind ik het denk ik wat te veel. Maar dit is top. Want zeg maar, deze oogschaduw ook kan je met je vinger veel feller aanbrengen. Of als je je kwast nat maakt. Dan is het veel feller. En zo is het wat subtieler. Nou, dat is precies de vibe. En dan ga ik... Oh, wat gebeurt er? Nou, ruim ik straks wel even op. En dan pak ik ook nog een beetje iets van roze. Roze glitter. Die doe ik dan... Hier. Oh, beautiful. Beautiful, beautiful. Oh ja, wat ik wou zeggen was... Ik vind het nu dus heel erg leuk om een oogschaduw eyeliner te zetten. Of tenminste een beetje zo aan te stippelen langs mijn wimperrand. Is echt een vibeje. Zo, ik weet niet of je dat kon... Oh ja, jawel, dat kan je wel zien. Alleen daarna pak ik nog wel echt een eyeliner om het even net even wat strakker hier te zetten. Maar kijk, het is gewoon... Snap je? Het is wat zachter, maar er zit wel wat. Dus dat vind ik heel mooi. Dus dat is echt mijn ding van de laatste tijd. Maar ik zat ook echt te denken van, misschien is het wel leuk als ik wat kerst make-up lookjes ga delen. Maar misschien ook niet. Ja, ik weet niet. Moet jullie even laten weten wat jullie het liefst zien. Zien jullie mij het liefst, zeg maar, thuis huishoudelijke dingen te doen? Of zien jullie mij liever make-up doen of zo en outfits? Cadeautip video's en zo bijvoorbeeld. Oh, ik ga trouwens niet alleen maar thuis zitten. Ik ga binnenkort ook naar Portugal. Dus daar, dat is wel leuk. Daar heb ik echt mega veel zin in. En daar ga ik natuurlijk gewoon vloggen. Dus dat is heel erg leuk. Dat is even anders dan deze depressieve vibe hier thuis. Oh. Ja, ik weet niet. Ja, of misschien ligt het nu even aan mijn licht in mijn camera. Want ik heb het... anders neergezet en ik heb het gevoel dat het weer terug moet. Dat is het, denk ik. Oké, mascara tijd. Oh, ik moet echt even lekkerder zitten hiervoor.
En trouwens, nou ja, als je mijn vlogs had gezien, dan had je het geweten. Maar ik heb dus mijn tanden laten doen. Ik weet niet of dat is opgevallen. Hier heb ik het dan een beetje opgevuld. En daar ook. Ik ben er zo blij mee. Het is echt eigenlijk zo'n kleine, subtiele verschil. Maar ik vind het wel echt dat je het echt heel erg goed kan zien. Rick is net gekomen. Anyway, ik was mijn mascara aan het doen. Ik gebruik eigenlijk de laatste tijd alleen maar mascara's van Benefit. Maar ik heb dus deze weer in mijn stash geherontdekt. Deze is van It Cosmetics. Vind ik ook heel erg fijn. Dus ik heb een beetje de combi gebruikt vandaag net. En ik zat net te denken van vroeger. Tenminste, althans met mijn wimpers. Ja, nee, sommige mascara's zijn wel heel anders. Maar de meeste mascara's zien er op zich wel prima uit. Maar echt voor mij het grote verschil tussen een duurdere en een goedkopere mascara is echt hoe het draagt. Want ik heb heel snel dat... zat die wel goed? Ik heb heel snel dat mijn mascara's gaan afbrokkelen. En wat ik dus heel erg vervelend vind en waar ik echt heel erg last van krijg van traanogen... Zo. Is als van die korreltjes mascara in mijn oog komen. En dat heb ik dus. Ik ga een stuk, hoe kan dit nou? Terwijl ik dus de hele video lang aan het kutten was met de microfoon, heb ik hem dus per ongeluk uitgezet. Nou, ik lach me dood. En tegelijkertijd natuurlijk ook weer niet. In ieder geval, wat ik aan het vertellen was, is dat ik duurdere mascara's beter vind, omdat ze dus niet gaan korrelen op mijn wangen en ook niet in mijn ogen korrelen. En dat is dus een van de grootste verschillen tussen een wat goedkopere en wat duurdere mascara op dit moment. Daarna ben ik voor de welbekende, althans van TikTok bekende, lipcombinatie gegaan. Zeg maar een berry lip met een wat roodige lipliner en een lichte lipstick met een gloss eroverheen. Nou jongens, ik had hier nog een heel verhaal bij verteld eigenlijk. Geen idee meer waarover. Maar super jammer dat het geluid is weggevallen. Oh mijn god, dat is zo stom. Dat is ook echt volledig mijn eigen fout. Ik zie het gewoon mezelf, zeg maar, uitdrukken. Dus, anyway, dit is dus mijn lookje van vandaag. Helemaal gezellig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.